Aan de hand van dit filmpje kunt u zien hoe u kunt werken met de website kleinwebber.nl. We gaan eerst naar de startpagina. Op de startpagina kiest u eerst uw eigen school. Bijvoorbeeld Den Duin. U klikt op de afbeelding en komt zo terecht in het dorpje Kleinwebber. Bovenaan ziet u een slotje. Als dat slotje gesloten is, bent u nog niet ingelogd. Als u niet bent ingelogd, kunt u wel alle verhalen lezen in het dorpje Kleinwebber, maar u kunt zelf geen verhalen toevoegen. Als u met uw groep gaat werken, moet u dus eerst inloggen. Daarvoor hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord gekregen. Voer dat als eerste in. Denk erom dat u de goede school kiest. U ziet nu een open slotje. Nu kunnen er verhalen toegevoegd worden aan Kleinwebber. Het dorpje kent 5 locaties. Het zwembad, de markt, de school, het bos en het laboratorium. Het dorpje kent een aantal bewoners. Als u op de button klikt, kunt u hen zien. U ziet een hele rij bewoners. Bijvoorbeeld het personage Krokus. Bij elk personage staat een klein stukje. En elk personage heeft een eigen fotoalbum. Als u daar doorheen bladert, ziet u bijvoorbeeld wat Krokus in zijn vrije tijd doet. Of u kiest juf Elsie. U ziet dat zij 28 jaar is, sportief is, erg goed lacht en ze organiseert graag rommelmarkten, feesten en sportdagen. Ook zij heeft een fotoalbum. Door op eigen verhaal te klikken, komt u bij het verhaal dat past bij de juf. U ziet daar alle stukjes waar juf Elsie in deelneemt. Door op het plattegrondje te klikken, keert u terug naar de grote plattegrond van Kleinwebber. Als u op een locatie klikt, ziet u een beginverhaal. Elke locatie heeft een beginverhaal, zodat de kinderen niet uit het niets beginnen met een verhaal schrijven. U ziet op de locatie wie er aanwezig zijn. In dit geval juf Elsie en Mike. Als u de leerlingen een verhaal wilt laten toevoegen, klikken zij op de button toevoegen. Ze vullen een titel in, bijvoorbeeld Mike valt in het zwembad. Vervolgens een stukje tekst. En u zegt toevoegen als u het verhaal wilt toevoegen. De kinderen kunnen er ook voor kiezen om nog een afbeelding toe te voegen. Daarvoor kiezen zij bestand. Het plaatje. En vervolgens klikken ze echt op toevoegen. Zo ziet u een nieuw verhaal, een afbeelding en een titel. De leerlingen kunnen met de andere groepjes onderhandelen over de aanwezigheid van personages. Zij kunnen ervoor kiezen om juf Elsie te verplaatsen. Zij klikken op juf Elsie, de plek waar zij haar naartoe willen hebben, en op het pijltje. En vervolgens op verplaats. Oké. En zo is juf Elsie niet meer in het zwembad, maar op school terechtgekomen. Om dat te checken, klikt u weer op de plattegrond, kiest de school. En u ziet dat juf Elsie zich weer op school bevindt. In de laatste schrijfronde van Kleinwebber mogen de leerlingen een eigen personage toevoegen. U gaat daarvoor naar bewoners. U scrolt door naar het eerste vraagteken dat u tegenkomt. En u ziet een mooie klassenfoto. Van deze klassenfoto kiezen de leerlingen 1 plaatje uit. Een nieuw personage. Zij noemen hem bijvoorbeeld Adriaan. En schrijven hier, Adriaan is een arrogante jongen. En zo voegen zij het personage toe. Op de beginpagina ziet u ook nog de button Nieuws. Als u daarop klikt, ziet u van elke locatie het laatste verhaal bovenaan staan. Bijvoorbeeld
het zwembad. Daar is als laatste een verhaal toegevoegd, namelijk Mike valt in het zwembad. En zo komt u weer bij het verhaal terecht. Via de plattegrond komen we weer terug. Zijn de leerlingen klaar met werken? Dan klikken zij op het slotje en loggen zij weer uit. Voor de leerkracht is er een extra pagina beschikbaar. Dat is www.kleinwebber.nl/beheer. Daarin logt u niet in als leerling, dan heeft u te weinig rechten, maar als leerkracht. Als u op scholenbeheer klikt, ziet u uw eigen school. U ziet ook de periode waarin u gemachtigd bent om te werken met Kleinwebber. Als u op Kleinwebber zelf klikt, komt u terug in het hoofdmenu. Klikt u op gebruikersbeheer, dan kunt u alle wachtwoorden en alle passwords en loginnamen vinden die passen bij uw school. In karaktersbeheer kunt u de karakters bewerken die de kinderen hebben aangemaakt aan het einde van de periode. In verhalenbeheer kunt u de verhalen die de kinderen hebben toegevoegd eventueel bewerken. U kunt ook de verhalen deleten. En zo is het verhaal verdwenen. Er zit een optie opschonen in het verhaal. Bijvoorbeeld als u alle verhalen in één keer wilt verwijderen. Als u alle verhalen en alle gebruikers wilt verwijderen, zou u hier kunnen klikken, maar u zult zien dat u daarvoor niet genoeg rechten hebt. Uitloggen kunt u via deze knop altijd doen. De button handleiding, daaronder zit een PDF met de handleiding van Kleinwebber zoals deze ook is opgenomen. In de koffer van Kleinwebber, de instructiefilm die je nu aan het bekijken bent, en er is een button om terug te keren naar de website kleinwebber.nl. Wij wensen u heel veel plezier met het werken met Kleinwebber. Mochten er nog vragen zijn tussendoor, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar www.kleinwebber.nl/kunstbalie.nl.